Nou, waarom gaan we nou teksten reciteren? Dus eigenlijk zie je in alle boeddhistische landen, zonder uitzondering, zie je dat er teksten worden gereciteerd. En heel vaak op een monotone manier. En waarom doen we dat op die manier? En wat is het hetzelfde als bijvoorbeeld bidden? Nou, sommige Thaise mensen die weten niet goed hoe ze dat moeten uitdrukken in het Nederlands. Die zeggen wel, ik ga bidden in de tempel. Maar voor zelfs de Thai die niet heel erg op de hoogte zijn van het boeddhisme, weten alle Thai wel dat je niet naar de tempel gaat om alleen maar iets te vragen van de Boeddha of om steun te vragen van de Boeddha. Er is vaak wel meer aan de hand. En wat doen we dan? Nou ja. Wanneer we een tekst reciteren, dan is het vaak in een oude taal. Dus in onze traditie is dat het Pali. Dus de oude taal van Pali. Dat is een taal die gerelateerd is aan het Sanskriet. Dus het schrijf je gewoon net zoals Bali. Maar dat ken je wel, hè? Dat Pali, dat is dus ja, net zoals dat je. De beeld van Indonesië hebt, Bali heb je dus ook Pali. En in feite zijn verschillende theorieën over wat voor taal dat is eigenlijk. De gangbare theorie is dat het een soort amalgaam is of een combinatie van verschillende dialecten die bij elkaar zijn gevoegd om een soort standaard taal te creëren die werd gebruikt. En men zegt wel, onderzoekers zeggen wel dat de Boeddha in feite zich gebruik maakte van verschillende dialecten in die tijd of verschillende lokale talen. En om dus al die verschillende lokale talen in één taal te vormen en een standaard leer van het boeddhisme te creëren, werd er dus één taal, een kunstmatige taal gemaakt. Maar een recente theorie van een nogal toonaangevende onderzoeker, daarin zegt hij dat het in feite een soort van beroepstaal was. Dat Pali een soort van beroepstaal was van monniken en dergelijke. Net zoals dat je wel meer van zulke talen die gekoppeld waren aan een bepaald beroep of zo. Maar goed, dat is een theorie die vrij recent is geopperd. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken, dat heb je dus in elk land. Je hebt in de Chinese traditie, Japanse traditie, heb je dan oud-Chinees. Dat wordt gebruikt met Sanskriet. Sanskriet, de oude Indiase taal. En die oud-Tibetanen die gebruiken het oud-Tibetaans vermengd met Sanskriet ook. Wat vrij uniek is aan Zuidoost-Azië is dat het eigenlijk allemaal dezelfde taal wordt gebruikt in de Theravada-landen. Dus de landen waar het boeddhisme wat ik beoefen ook wordt beoefend, zoals Sri Lanka, Laos, Thailand, Burma, Myanmar en een aantal andere landen, zoals Cambodja bijvoorbeeld. En dan zie je eigenlijk precies dezelfde taal wordt gebruikt als een ceremoniële taal, Pali. Dus die eenheid is vrij sterk in de Theravada-landen. Maar waarom eigenlijk? Aan de eerste plaats is het boeddhisme ontstaan in de tijd dat er nog geen boeken waren. Of in ieder geval werd er weinig opgeschreven. En dus was het manier van het reciteren van teksten was gewoon een manier om gewoon de leer van de Boeddha te onthouden. En op een te zorgen dat het ook goed onthouden werd. Dus je ziet ook in de boeddhistische teksten dat er voortdurend allerlei rijm is en allerlei woorden zijn die met elkaar verbonden zijn om het beter te onthouden. En ook allerlei standaard frases. Dus standaard zinnen die overal weer terugkomen. Daar kom ik zo nog op terug. Het is dus als het ware makkelijker om iets te onthouden als het op een standaard manier is geformuleerd. En ook als het op een manier is geformuleerd dat het een beetje rijmt, een beetje allitereert. Hè? Dus dat
de eerste letter van een woord, dat dat verschillende manieren terugkomt. Dus dat is gewoon een manier om dingen makkelijker te onthouden. En je ziet ook terug in eigenlijk van of je nu in Japan gaat of in Thailand, dat de manier van zingen, zoals je normaal zingt, de meeste mensen zingen, en hoe monniken dus zingen, een traditionele tekst zingen, in een religieuze context, dat het anders is. Bijvoorbeeld in Thailand, als je een beetje een romantisch liedje zingt, al is het nog zo'n oud liedje, dan is er toch wel heel veel melodie in, terwijl het reciteren van teksten is vrij monotoon. Er zit ook wel een melodie in, want in Thailand heeft alles een melodie, het is een tonentaal. Maar het is in feite is er veel minder melodie. Het is heel erg monotoon in feite. En de tonen in het zingen, van de Thaise manier van zingen dan, zijn allemaal al enkel gebaseerd op de letters die worden gebruikt. Dus als je bepaalde tonen gebruikt, heeft gewoon meer te maken met de tonentaal van de Thais, dan dat die tonen een nut hebben om de melodie mooier te maken of zo. Met andere woorden, het is in feite heel, heel droog. Ja. En heel simpel. En dat is eigenlijk nog sterker in landen die dus geen tonentaal hebben. Bijvoorbeeld Japan. Dan zie je dus dat gewoon die hele tekst gewoon één toon maar heeft. Dus dan hoor je in Japan hoor je dan nee, 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 nee. Dus gewoon echt één toon. Terwijl in Thailand is er dan nog wel wat toon. Dus we zingen dan yo, so, pakowa. Maar als je dan goed kijkt, dan is de enige reden waarom die so erin zit, is omdat het een S is. En een S is in de Thais, zit altijd een toon aan. Dus het is niet zozeer dat het woord nu heel emotioneel belangrijk is of zo. Het is gewoon puur. Dus dat is heel typisch voor dat je een tekst simpelweg wil onthouden. Ja. Omdat het niet zozeer dat je het op emotionele manier uitdrukt. Is het een soort ezelsbruggetje voor jullie zelf om het beter te onthouden? Ja. Ja. Ja, maar dat was dus de oude manier waarom we vroeger dus dingen reciteren. En dat is nog steeds wel belangrijk, dat je dingen op die manier vaak herhaalt voor jezelf. Hè? Dus als we bijvoorbeeld in de dagelijkse dingen die we dagelijks zingen kijken, dan zijn het echt wel dingen die heel fundamenteel zijn in de leer van de Boeddha. Dat je denkt van, nou, dat is belangrijk om vaak over na te denken. Kan ik zo nog wel eventjes wat specificeren. Maar natuurlijk zijn natuurlijk tegenwoordig boeken en er is van allerlei manieren om het boeddhisme te kunnen onthouden. Dus dat is minder nodig. Maar het is gewoon een traditie geworden. En het heeft een bepaald iets moois gekregen. Nou, om al die tradities te zien zo. En ook om het te kunnen zingen. Ja. Dus daar komen we eigenlijk op een tweede reden waarom we zingen. Is om je bewust te maken van waarom we dit beoefenen. Hè? Dus bijvoorbeeld een leerreden die heel populair is in Nederland, is de leerreden over liefdevolle vriendelijkheid. Wat ook wel bekend staat als de Metta Sutta. Ja. En dat is Sutta, dus het woord Sutta is een leerreden. Hè? En dus de Metta Sutta, dat is een Sutta die heel vaak wordt aangehaald. En dat is dus een Sutta die gaat over het verspreiden van liefdevolle vriendelijkheid. Dus het heeft heel erg te maken ook met meditatie in jezelf oefenen. En je kunt zelfs zeggen dat reciteren van teksten een soort van meditatie is in feite. Op een basisniveau, omdat het heel monotoon is. En ook omdat de tekst zo verbonden is met hele mooie ideeën. Dat je als het ware in een soort van meditatieve toestand komt. En in de Thai die formuleren dat als dat meditatie een inwendig medicijn is en reciteren van teksten is een uitwendig medicijn. Dus het is wat minder sterk. Maar
Het is ook goed. Dus voor de tijd is de scheiding tussen het zingen van tekst en mediteren is niet zo heel sterk als voor de meeste westerlingen, Nederlanders. Ja. Dus je kan zeggen van het reciteren van tekst is net als dat je een zalf toedient. Terwijl als je mediteert, dan slik je echt een medicijn. Het is een vergelijking. Hier zie je hele oude teksten. Die worden gelezen of gereciteerd. In de Thais. In oude kloosters zie je zulke teksten nog wel in oude boekenkasten. Nou, de tekst die heel veel meest wordt gezongen in alle boeddhistische landen is die van de drie toevluchten. Ik zal eventjes een video laten zien. Ja, dat is hem. Het is een hele simpele tekst. Buddhang saranam kacchami. Dit is hoe je het opleest. Dhammang saranam kacchami. Sanghang saranam kacchami. Tutiyampi buddhang saranam kacchami. Tutiyampi dhammang saranam kacchami. Tutiyampi sanghang saranam kacchami. Tatiyampi buddhang saranam kacchami. Tatiyampi dhammang saranam kacchami. Tatiyampi sanghang saranam kacchami. Nou, dit is hoe je het opleest. Dat wordt in een bepaalde ceremonies lees je het op. Dus in feite wat je hier zegt is, ik neem een toevlucht tot de Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap. En dat is in feite de formule die in de oude teksten wordt gebruikt wanneer iemand zich maar bekeert tot het boeddhisme. En er is gewoon niet meer dan deze formule in de oudste teksten. Er is dus geen ceremonie om boeddhist te worden, er is geen doopsel. Het is gewoon heel simpel. Ik neem een toevlucht tot de Boeddha. Dan heb je ook nog de tamwat. Tamwat is dus dat je de dagelijkse dingen die je zingt. Devotie en overweging. En dat doe je in de ochtend en de avond. En dan heb je teksten voor dat je echt zegt van ik wijd mij tot de Boeddha, de Dhamma, de Sangha, dat zing je dan. En dan denk je aan de goede kwaliteiten van de Boeddha, de Dhamma, de Sangha. Dus dan denk je bijvoorbeeld aan dat de Boeddha een hele goede leraar was of dat de Dhamma heel diepzinnig was enzovoort. En dan kom je op het einde. Dan heb je dan een reflectie op leerstellingen, bijvoorbeeld vergankelijkheid of het niet zelf. Belangrijk concept. En karma, dat we allemaal onderhevig zijn aan karma. Daar denk je dan over na. En ook een soort van chant of een soort van recitaties hoort daarbij. En dan heb je vaak op het einde dat je ook goed karma deelt. Goed karma delen met je dierbaren, met je leraren, met je ouders. En dat is hoe het de recitatie dan eindigt. Dan heb je ook nog bijzondere leerredes, zoals die bij bepaalde gelegenheden worden gegeven. En dat heet soort mon. En bijvoorbeeld de eerste leerrede van de Boeddha is een voorbeeld van soort mon. Dat is dus niet zozeer dat je devotie uitdrukt. Maar het is meer een leerrede die vertelt wat er gebeurde toen de Boeddha dus voor het eerst les gaf. En wat de Boeddha toen onderwees. En dat gaat dan over het achtvoudige pad en de basisprincipes van het boeddhisme. Dus het soort mon is wat iets inhoudelijker. En het soort mon wordt meestal ook door monniken gedaan, maar het is niet een regel dat zo is. En bijvoorbeeld de eerste leerrede van de Boeddha, die wordt ook wel de Dhammacakka genoemd. Chakra is het woord, chakra, dat is hetzelfde woord. Dat is een leerrede die dus wel ook heel veel door upasaka, door leken wordt gezongen. Dus dat is een aantal voorbeelden. Ik kan zo wel wat video's laten zien, maar je kunt ook zelf een beetje rondkijken nog als je interesse hebt.
Ja, even. Als je dus zo zingt, dan heb je in feite, stel je dan voor dat je een audiëntie met de Boeddha hebt. Zo wordt het gezegd in het Thais. Dus je zingt alsof je de Boeddha ontmoet. Ja. En dan herhaal je de dingen die hij heeft onderwezen. En we zien het ook als een soort van meditatie, dat je met je aandacht in het midden bent tijdens het reciteren van teksten. Het is wel wat zwaarder dan gewoon zingen zoals je in het Nederlands zingt, omdat de Thaise manier van zingen is heel erg afgestemd op de Thaise taal. Dus we hebben in België veel gezongen vroeger met verschillende mensen. En ja, veel mensen vonden het wel wat moeilijker, maar het werd op een gegeven moment wel makkelijker. Tijdens het zingen zitten mensen vaak op de knieën, zoals we voorheen hebben gedaan. En voorheen heb ik verteld. En dan heb je dat buigen dus ook. Ja. Maar je hebt dus ook tijdens de reflecties, heb je dan dat je dus zo zit in de zeemeerminhouding. Ja, dat zijn niet absolute wetten van mede en persen, van dat je nou zo moet zitten en zo moet zitten en anders krijg je een klap of zo. Nee. Het is ook de Thai op oudere leeftijd kunnen vaak ook niet meer zo zitten. Dat is normaal. Dus ik zal eens wat voorbeelden laten zien. De allerbelangrijkste chant die het bekendst is en die ook in heel veel landen wordt gebruikt, is die van Namo Tassa. Dus dit is de Namo Tassa, heel simpel. Namo Tassa Bhagavato. Deze manier van zingen is heel erg uit de keel, ja. Een beetje uit de neus, dus ja. Nasaal. Dat hoor je dus hier heel duidelijk. Je hebt wel wat jongere mensen die zingen wel vaak iets meer uit de keel en iets minder uit de neus. Maar dat is dus de Thaise manier van zingen zo. Ja. Dus je zag dat hij dus met één woord begon. En dan gaan de andere mensen dus hem volgen. Dus dat zie je heel vaak in de Thaise manier van zingen. Dat iemand begint met Namo Tassa. En dat iedereen dan tegelijk Pakoato. En dan beginnen we tegelijkertijd. En zo zing je dus op hetzelfde moment. Dus zoals, net zoals dat een band of zo zegt 1, 1, 2, 3. Precies. Maar dat doe je dus niet. Dus dat is een beetje het idee. En dan heb je bijvoorbeeld de dagelijkse chant. Dat zal ik even laten zien. Deze is op melodie gezet. Nou ja, melodie. Het is nog steeds wel vrij monotoon hoor, maar het is, ik zal even laten zien. Dit is dus wat we dagelijks zingen. Dus dit is in feite een manier van zingen dat vrij... Ja, droog en monotoon is, maar het heeft dus wel daardoor ook iets meditatiefs. En deze tekst die ik net pakte, dat was dat je dus zegt, ik wijd me tot de Boeddha als en dat heeft een nut voor mijn leven en zo enzovoort. Het is een vrij devotionele tekst. En hoe vaak je... Hoe lang achter elkaar reciteer je zo'n tekst? Want dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment in een meditatieve staat komt. Hè? Als je maar lang genoeg zo'n toon aanhoudt. Nou, wat ik meditatief bedoel, eigenlijk niet zozeer een trance of zo. Een soort trance, ja. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat je
dat de aard van tekst is dat het niet heel emotioneel en ups en downs is, maar dat het juist heel gelijkmoedig is. Mm-hmm. Dus die gelijkmoedigheid, die neem je tot je, dat wordt je eigen. Okay. En, maar je hebt inderdaad wel tradities in het boeddhisme dat mensen echt één ding heel veel herhalen. Maar het is niet de bedoeling, normaal gesproken in het boeddhisme, dat je in een trance komt. Dat is meer, wordt meer gezien als een soort van, niet als een onderdeel van het achtvoudig pad. Dat vindt men niet helemaal kosher en zo. maar het is wel zo dat als je iets heel simpel en helder en heel gelijkmoedig vaak herhaalt, dat je heel veel je gedachten ook minder worden. Hè? Het is heel erg meditatief in die zin. Ja. Het is niet zo dat je jezelf vergeet zoals bij trance. Dus ik denk dat dat het verschil is. Ja. Maar goed, zal ik nog even de eerste leerrede van de Boeddha laten zien. Dan zie je een heel andere stijl weer. Dit is de eerste leerrede, Dhammacakkappavattana Sutta, of gewoon kort. Ewa me sotang ekam samayam bhagava bhar. Nou, dat is weer iets meer gedragen, iets minder melodieus. En als je naar de tekst kijkt, dan wat hier wordt gezegd in feite is gewoon: aldus heb ik gehoord, in de stad van Benares, in het klooster, bij de Isipatene, dat is ook een plaatsaanduiding, waren de vijf monniken, die waren aan het luisteren naar de Boeddha enzovoort. Dus dat is eigenlijk een verhaal, of een verhaal en dan uiteindelijk een leerrede die de Boeddha dan geeft. Dus het is in die zin weer heel anders als de Tamwat. De Tamwat is heel erg van, ik wijd me tot de Boeddha en de Boeddha is zo goed en zo goed. Het is een heel andere stijl weer. Dus die twee dingen vind je in de recitatie van teksten veel. Dus zowel de wijsheidkant als de geloofskant. En die gaan heel erg samen. Maar goed, ik ben er nu. Dat is zo'n beetje het verhaal, maar ik zal nog even afsluiten. Nou. Dus ja, in feite. Wat is de Dhamma? Hè? Dus de leer van de Boeddha wordt ook wel omschreven als de Dhamma. En als we zingen, dan zingen we dus ook over de Dhamma, als we de teksten reciteren. Maar de Dhamma is dus niet alleen de leer van de Boeddha, maar er zit ook een betekenis aan van nirvana. Dus als iemand de Dhamma bereikt, bereikt hij een innerlijke staat in meditatie, het nirvana of het pad naar nirvana. En Dhamma is ook ontwikkelen van goed karakter of goede gewoontes, is dus ook Dhamma. Dus het woord Dhamma kom je op allerlei manieren kom je dat weer tegen telkens als je het boeddhisme bezighoudt. Nou, ik ga dit nu even niet nog vertellen, maar in het kort. De leer van de Boeddha is dus wat er achter die teksten zit die we reciteren. En als je dus luistert naar dit bijvoorbeeld, een lezing, dan heb je daar verschillende dingen aan. Dan heb je daar inhoudelijk iets aan. Maar er zijn ook andere dingen die je daaraan hebt. Bijvoorbeeld, wat hier bijvoorbeeld staat, je veredelt je geest ermee. Dat wil zeggen dat zelfs als je iets over het boeddhisme hoort, dat je al wist, dan heb je er toch ook nog iets aan, omdat je als het ware, over goede dingen hoort, over dingen die te maken hebben met goed karakter, met een goede inborst en inspirerende leringen. Dus het is niet altijd van, heb ik het al gehoord of niet? Dat wilde ik nog maar even zeggen. Maar in het algemeen zijn Nederlanders wel heel goed in het luisteren naar lezingen.
Maar reciteren van teksten kennen we minder in onze cultuur. Dus het zingen van psalmen in het christendom, ik kan het niet heel erg goed vergelijken, want ik heb er niet heel veel ervaring mee. Maar is wel enigszins vergelijkbaar, maar het is dus veel minder gekoppeld aan de historische tradities zoals in boeddhisme. Dus in boeddhisme is het heel erg van nog steeds die oude monotone stijl. En er is eigenlijk heel weinig in veranderd in de manier van zingen. Dus er zijn ook wel pogingen gedaan, bijvoorbeeld in Thailand, om bijvoorbeeld in het Thais te zingen in plaats van in de oude taal van het Pali. Zodat mensen het allemaal begrijpen. Maar dat lukt dan ook niet echt goed, omdat het Thais zoveel langer en uitgebreider is dan het Pali. Dus mensen proberen dat dan en dan is het zo lang dat het gewoon dat je gewoon een uur aan het zingen bent. Dus dat werkt dus niet. Dus dat soort pogingen tot hervorming worden wel gedaan. Maar uiteindelijk zie je dus dat het boeddhistische vorm van recitatie is heel erg... nog heel oud van stijl. En heel veel van de teksten die we zingen kun je dus letterlijk duizenden jaren terugleiden.